Vandaag neemt professor Dr. Fred van Eersel afscheid als bijzonder hoogleraar vraagstukken van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. De leerstoel is verbonden aan de Universiteit van Tilburg, met name de School of Catholic Theology. Bij gelegenheid van dit afscheid is door de faculteit een programma gemaakt waar u nu naar kunt kijken. Het geeft een inkijkje in het werkveld van de leerstoel, de geestelijke verzorging bij het leger, en daarmee geeft het ook een portret van de leerstoelhouder. Met name aan het einde van dit programma zult u hem beter leren kennen of herkennen, als de gasten in dit programma hem toespreken en feliciteren. Het gaat dan om 1 studentassistent, om studenten van het Outreaching Honors Program van de Universiteit van Tilburg, 2 legeraalmoezeniers, een vice-admiraal buitendienst die nauw betrokken was bij de dienst geestelijke verzorging en als eerste gast de legerbisschop Everhardus de Jong. Met deze gasten praat ik over thema's die Fred van Eersel ten harte gaan en waar hij zich al die jaren voor heeft ingezet, als hoogleraar, als docent en als netwerker en gesprekspartner. Het gaat over het welzijn van de militairen, over een ethische cultuur bij de krijgsmacht, over professionaliteit en over moral injury. Het gaat uiteindelijk over de menselijke waardigheid. Bisschop de Jong, wat waren uw eerste indrukken als legerbisschop? Een van verbazing. Ik kreeg een brief in de bus die ik toen ik thuis kwam openmaakte. En daar zat nog een brief in. Dan dacht ik, oh, dat is nog een interessante vraag over een kandidaat die bisschop moet worden of zo. Maar dan bleek dat ik zelf inmiddels benoemd was tot legerbisschop, in ieder geval conceptbenoeming. Toen heb ik gebeld met de nuncius, wat is dit nou? Toen vroeg ik hem, ja, wat betekent dat nou? Ja, af en toe een reisje naar het buitenland. Maar goed, nou ja. En toen kwam de kennismaking natuurlijk met de mensen, het voorstellen, tv. Maar ja, helaas is het nog niet echt van start gegaan voor mijn gevoel, omdat we nog niet de kans hebben gekregen om met alle leiding van de krijgsmacht te praten. Ik ben alleen nog bij de admiraal geweest, vice-admiraal. En ja, de rest moet nog komen. En op een paar kazernes. Een paar gesprekken gehad natuurlijk inmiddels, zowel ja, met de staf van het bisdom, maar ook met wat amoezeniers natuurlijk. Het afscheid geweest natuurlijk van Tom van Vilster en de vorige hoofdamoezenier. Dus ja, het is nog een beetje wennen, ja. Ja. En aftasten. Helemaal erin gedompeld. En aftasten van wat het precies is. Ja, en wat je ervan kunt maken. Ja. Want iedere bisschop kan daar natuurlijk een beetje van maken. Ik wil niet mensen voor de voeten lopen, anderzijds denk ik. Paus heeft niet voor niks in de 80e jaren dit als een eigen bisdom gemaakt, waardoor er ook kansen bestaan om er net iets meer van te maken dan een referentschap, zeg maar. Ja. Nou, wat zijn uw voorzichtige plannen dan? Hoe wilt u het gaan invullen? Nou, allereerst heel goed luisteren naar wat men zegt. We hebben natuurlijk nu te maken met de besprekingen rond het rapport Bovens. Bovens, de oud-gouverneur van Maastricht, van Limburg. Wij noemen dat gouverneur nog, hè. Alsof het buitengebieden zijn, maar de commissaris van de Koning, die de geestelijke verzorging van de krijgsmacht heeft doorgelicht en die me daar een paar aanbevelingen gedaan heeft. Daar zijn we nu met de minister over aan het spreken. Dat gaat heel voorspoedig. U noemde al een van de belangrijkste aspecten van de taak van legerbisschop zielzorg. U stipte dat al aan. U bent niet de werkgever van de aalmoezeniers. Nee. Dus nee. Wat is uw officiële rol als legerbisschop? Nou, ik denk het inspireren en ook het inhoudelijk aansturen van de geestelijke verzorgers van de krijgsmacht. En natuurlijk ja, een beetje vaderlijke rol spelen in de zin van ja, de hoofdkrijgsmachtsambtenaar, dat is natuurlijk de centrale spil in het geheel, die zowel organisatorisch als inhoudelijk natuurlijk verantwoordelijkheid draagt voor zijn mensen. Maar tegelijk is er iets spiritueels, een verbondenheid met de kerk in Nederland, maar ook met de wereldkerk, die ik vertegenwoordig. Als zendende instanties noemen ze dat. Zoals de minister hebben een eigen vertegenwoordiging. De boeddhisten, de hindoes, de moslims, de protestanten natuurlijk ook verenigd in een verzameling clubs die op een gegeven moment, of kerken, kerkgenootschappen, die in CEO's samen zijn. Maar ik ben van buiten dus de link naar de outside world en de grotere wereldgemeenschap. Om hen daarmee te stimuleren en ook
Ja, dat is een groot voordeel, de contacten te hebben met eventueel bisschoppen in het buitenland, militaire bisschoppen, die als men op uitzending gaat, ook wellicht ondersteuning kunnen bieden. Dus een beetje de paraplu van het leger. Moeten we dus niet zoveel bemoeien, denk ik, met concrete operationele zaken. Daar zijn ze goed genoeg in. Maar het geestelijk huis, denk ik, dat armoezeniers toch moeten blijven voelen van, je bent toch lid van die lokale kerk en van de wereldkerk. En dat is natuurlijk toch wel eens, ja, in zo'n hele specifieke situatie waar je heel individueel werkt, vaak met groepen. En ook in een hele eigen wereldje leeft. Wel erg belangrijk, die link naar achter, naar buiten te blijven houden. Ja. En geeft het ook de aanmoezeniers binnen het leger een officiële status? Ja, dat is, ja, dus die status wordt vertaald vaak met de seculiere term vrijplaats. Met een plaats waar militairen zonder last van ruggespraak gewoon zichzelf kunnen zijn. Waar ze alles kunnen vertellen van problemen met hun militaire overste tot aan eigen problemen in de relatiesfeer of financiële sfeer of misschien zelfs verslavingssfeer of wat dan ook. Die ambassadeur moet van alle markten thuis zijn natuurlijk. Die moet natuurlijk in staat zijn goed te luisteren. Moet ook wegen vinden met zo iemand om te kijken hoe kunnen we dat oplossen. Maar tegelijk is hij gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht. En is het ook een soort onmogelijke situatie bijna om mensen concreet te helpen. Dus je kunt wel adviezen geven. Maar het is tegelijk ook een positie die je in een soort lastige positie brengt. Omdat je niks kunt. Je kunt niet aan touwtjes gaan trekken, je kunt niet aan de overste lopen of weet ik het wat. Tenzij mensen vragen, ga mee of wil dat eens bespreken. En je kunt wel als geestelijke verzorger op een gegeven moment naar de commandant gaan en zeggen, nou, ik vind dat deze man er zo doorheen zit of deze vrouw. Het zou goed zijn als hij er eventjes uit zou gaan. Dat kan wel. Je toch ook een soort vertrouwenspersoon in media? Absoluut, ja. Het is een groot vertrouwenspersoon. En dat wordt ook zeer gewaardeerd binnen de materiële wereld. Ook voor de niet-gelovigen, ook voor de onkerkelijke, ook voor mensen die eigenlijk niks met kerk hebben. Ben je ook als katholiek geestelijk verzorger, maar dat geldt voor alle andere geestelijke verzorgers ook. Een soort plaats waar je mens kunt zijn. Hè? Je zit in een systeem, een militair systeem, dat is ook goed, dat moet ook zo functioneren denk ik, anders werkt het niet. Maar tegelijk blijf je mens, van bleef vlees en bloed, met een geweten, met een gezondheid of niet-gezondheid, met een psychische gezondheid, soms ook gewonden, ziel op de een of andere manier. Dus. Heeft u het idee dat die zendende instanties en ook de aanmoezeniers die aan die instantie verbonden zijn, serieuze gesprekspartners zijn van het leger? Absoluut. Ja, het hangt een beetje vanaf van je instelling natuurlijk. Er zijn natuurlijk verschillende aanmoezeniers. De ene heeft dit talent, de andere heeft dat talent. De meeste hebben natuurlijk wel basistalenten. Van je moet fysiek gezond zijn natuurlijk, je moet communicatief zijn, je moet goed kunnen luisteren. Maar tegelijk moet je ook op een hele eigen tijdse wijze het evangelie kunnen verkondigen. Ook aan een groep mensen die bestaat uit niet-katholieken of niet-christenen zelfs, toch iets gemeenschappelijk proberen te vinden. Maar ik heb het idee dat de officieren eigenlijk heel blij zijn dat die mensen er zijn, omdat zij iets niet kunnen wat die geestelijke verzorgers wel kunnen, namelijk die mensen als mens is gewoon aanspreken. Hoe belangrijk is een leerstoel? Leerstoel is natuurlijk, ja, ik denk van wezenlijk belang, omdat in het militaire bedrijf en bij de officieren met name, er zijn vraagstukken leven van individuele ethiek. Tot hoever mag ik gaan met het bevelen geven aan mensen die daar innerlijk toch wat weerstand tegen hebben. Die mensen moeten dat zichzelf natuurlijk ook realiseren. Wil ik wel in de krijgsmacht van tevoren al. Hè? Dus die moeten hun geweten als groep goed beproefd hebben voordat ze de krijgsmacht ingaan. Maar ook in gevechtssituaties, maar ook in strategische situaties. En zij moeten uiteindelijk als officier ook natuurlijk de politiek informeren van, nou, dit zijn de mogelijkheden, dit zijn de voor- en dat zijn de nadelen, dit het doel en dat is de collateral damage die ontstaat. Hoe ga je dat afwegen? En dat merk je ook in de publieke opinie. Hè, als in Fallujah een raket neerkomt en er sterven heel veel burgers, dan gaat de politiek ook op de achterste poot staan terecht ook en zeggen, ja jongens, zijn we daarmee bezig? Dus het is op allerlei lagen, van de individuele ethiek tot aan de diplomatieke dienst zou je kunnen zeggen, inclusief de strategische overwegingen die gelden en de operationele beslissingen die genomen moeten worden. Op al die terreinen zitten ook ethische, waardegebonden en ook normatieve vragen. En ik denk dat de leerstoel heel erg belangrijk is, ook van ons perspectief. Ja, maar dat geeft dus de aanmoezeniers, de hoogleraar en ook een legerbisschop ook wel een grote verantwoordelijkheid om serieuze gesprekspartners te zijn. Ja, zeker. En daarom denk ik dat iemand moet zijn die een grote kennis van zaken heeft, die tegelijk ook de werkvloer goed kent. En dat is het voordeel geweest van de afgelopen jaren, dat we iemand hebben gehad die zowel zelf aanmoezenier was, als ook in de
de wetenschap goed vertrouwd is. Dus ik denk dat dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Zou het iets voor u geweest zijn? Legerambtenaar worden? Kijk, uw carrière is anders gelopen. Ja, dat is interessant. Ja. Nou, als er één gebied was geweest, heb ik ook al tegen ze gezegd, waar ik zelf als militair zelf zou willen werken, dat is communicatie. Ik weet nog dat ik in de 70e jaren zelf elektronica wilde studeren en ook deed ooms. En in de tweedehands winkeltjes allemaal grote leger communicatie radiozenders zag en zo. Nou, dat was mijn hobby. En communicatie is natuurlijk ja, op een gegeven moment op een spiritueel niveau nog steeds interessant. Maar ik denk, ik zou het nu best willen, moet ik zeggen. Ja, omdat ik denk, ik weet niet of ik het fysiek zou aankunnen. Hè, je moet toch ook wel echt 40 kilometer kunnen lopen met bepakking. Ik weet niet of dat me nog allemaal gaat lukken. Het zou wel gezonder zijn om in beweging te houden, dus dat zou het goed zijn. Maar met die jongens en meisjes, met die mannen en vrouwen praten, maar er zijn ook veel jongeren bij natuurlijk. Ja, we zijn vanaf 18, 19 zitten ze in het leger natuurlijk. Nou ja, mij zou het communicatieve aspect heel erg bevallen, omdat je gewoon op zo'n kazerne, maar ook op uitzending met name, gewoon heel dichtbij mensen bent en alles meemaakt. En dat is eigenlijk een situatie die in de parochie amper tegenkomt. Dan ben je eigenlijk niet zo dichtbij met mensen. Ik ben nu opnieuw persoon geworden. En ja, je moet heel veel zelf ondernemen. Terwijl bij zo'n ambtenaarschap, je zit er gewoon tussen, of je nou wilt of niet. Of zij willen of niet. En dan heb je een plaats waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Dus er is geen enkele twijfel over het nut en noodzaak, ook bij de minister niet, ook bij de Kamer niet, op geen enkele wijze, over het nut van deze mensen. En nou ja, als men ooit mij zou vragen om het te doen, met een pensioen, ja, ik denk niet dat ik dan nog zou kunnen. Ik denk dat ik nu al 62. Nee, dat hadden ze eerder moeten vragen. Alles even. Ja, maar ik zou het niet uitsluiten, zeker niet. Nee. Wat is het hart en de ziel van jouw werk? Het hart en de ziel van mijn werk. Dat zijn de veteranen of de militairen natuurlijk waar we mee werken, waar we voor in dienst staan. Waar we naast proberen te staan in het werk wat zij doen. En dat is de vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Dus werken aan een wereld die een stukje veiliger wordt en misschien ook een stukje eerlijker. En wij als Aalmoeseniers proberen hun daarin te ondersteunen. Dus zowel als militair, maar ook als mens. Dus ik denk dat is ook bijzonder voor ons werk. Dat we wel zo dicht mogelijk bij de mensen staan. En zo goed mogelijk ingebed in de krijgsmacht. Maar wel altijd met een onafhankelijke positie. Waardoor ook de mens achter de militair, zoals we dat zeggen, ook aan bod komt. Want die kan nog wel eens operationeel vergeten worden tijdens het werk. Dus dat is inderdaad het hart en de ziel. En wat doe je zoal? Nou, ik werk nu met veteranen die buiten dienst zijn. Dus dat zijn in die zin geen militairen meer. En daar speelt denk ik ook juist heel sterk van enerzijds de verbondenheid met de krijgsmacht en het werk wat ze daar gedaan hebben. Nu als burger, dus de militaire identiteit die is weg, dat kan ingewikkeld zijn. Waardoor veteranen zich soms ook onbegrepen voelen om te praten over wat ze hebben meegemaakt. En ik probeer dan die brug te slaan om wel het gesprek aan te gaan, omdat ik misschien net wat meer kennis heb van de militaire kant. Dus die gesprekken zijn een heel belangrijk deel van mijn werk. Daarnaast hebben we een rol bijvoorbeeld in herdenkingen, rituelen. Ook eens dingen over het werk schrijven. Dus ook het in beeld brengen van wat er gebeurt, wat er in de krijgsmacht gebeurt. Met een hoop vergaderingen, overleg met collega's uit de zorg, met commandanten. Ja, dus het is ook eigenlijk een hoop verbindingen maken. Ja, die jaren moet ik aan denken, verbindingsofficier. Ja, dat is denk ik een mooi beeld. Ja. Maar ook geen eenpitter dus. Dus wel een eenling, maar geen eenpitter. Ja, klopt. Dus je bent wel alleen. Dus ook op een uitzending of in het ene ben je de enige geestelijke verzorger. Wat ook heel eenzaam kan zijn. Omdat je toch uiteindelijk los staat ook. Hè? Dus je gaat natuurlijk ook wel contacten aan. En ook op een uitzending zoek je natuurlijk ook wel mensen waar je een beetje prettig mee omgaat. Maar je blijft alleen. Maar het is natuurlijk inderdaad altijd de bedoeling om de verbindingen aan te gaan tussen mensen. Binnen de eenheid, tussen de collega's.
Dat kan zijn horizontaal of verticaal. Hè? Dus we praten met de soldaten, met de commandant. Dus ook die lijn kunnen we verbinden. Maar ook bijvoorbeeld met het thuisfront. En denk ook met de kerk, met de maatschappij, de samenleving. Ja, dus al die lijntjes. Wat is het belangrijkste wat je voor je werk geleerd hebt van de opleiding, theologie? En je studie? Ja, ik denk dat het te maken heeft met verhalen. Dus de verhalen met elkaar verbinden en dat wat iemand meemaakt, dus ook ons eigen kleine levensverhaal, dat het ook in een groter verband staat van dat grote verhaal. Het verhaal van God met mensen op weg, maar ook de boodschap van Jezus, het Rijk van God. Dus ik vind ook het perspectief van de vrede, wat ik toch hoop dat ook de krijgsmacht aan probeert bij te dragen, vind ik ook in mijn werk belangrijk en in mijn leven belangrijk. En ik denk dat is ook wat we als mensen hier proberen te doen, daar iets aan bij te dragen. En ik denk dat heb ik al meegenomen en dat geloof van de theologieopleiding. En wat is het belangrijkste wat je kan bijdragen in het dagelijkse werk van een militair? En met name als het spannend wordt. Ja, dat de militair ergens terecht kan met zijn verhaal, zijn zorgen, zijn twijfels. Dat er een plek is waar dat ventiel open kan. Waar iemand wat er op zijn hart ligt of haar hart kan uiten. Buiten die bubbel eigenlijk, hè, zonder dat er een oordeel is, zonder dat consequenties is. Omdat ik hoop, en dat denk ik is deel van ons werk, dat iemand ook dichter bij zichzelf brengt. En als je zegt van dat als het spannend is, hè, dat is natuurlijk binnen de krijgsmacht altijd het kantelpunt, zeg maar. En de meeste tijd is het natuurlijk niet spannend, want het zijn militairen op een kazerne. En ook op uitzending is het natuurlijk niet altijd spannend, maar je traint wel op dat moment dat het spannend is. Op het moment dat het spannend is, is er maar één ding belangrijk. En dat is de veiligheid van de militairen, het slagen van de missie. Dan is er niks anders aan de orde. Maar daarbuiten denk ik dat het belangrijk is dat af en toe wel die deur open gaat. En als de stof weer wat neergedwarreld is. Precies, ja. Ja. En is het dan een lastige ballet om te zoeken wanneer je wel of niet er moet zijn, wel niet iets moet zeggen, wel niet mensen moet benaderen of op je af laten komen? Ja, dat kan. Dus het is, ik ervaar het ook vaak zelfs als een beetje in de zijlijn staan. Zo van je bent er wel, maar je staat natuurlijk niet in het centrum. En dan ook observeren. En vaak dat militairen daar dan zelf wel op terugkomen. Hè. Dus op het moment dat je er bent en je laat merken van ik ben er voor jullie, ik ben beschikbaar, dan komt dat wel. En dan weet ze, je bent erbij geweest, je hebt er deel van uitgemaakt, dus er kan over gesproken worden. Maar het is natuurlijk nooit zo dat je als geestelijke verzorger dan erin stapt, zeg maar. Hè. Dus je bent in die zin aan de zijlijn, zo zie ik onze functie. Naast dit werk doe je ook onderzoek. Dat gaat over moral distress. Ja. Wat is dat? Ja, dus moral distress gaat over spanning tussen verschillende waarden die mensen kunnen ervaren. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, dat je in het dagelijks leven al in waardeconflicten kunt komen. Dat kan in het werk, kan dat eigenlijk in ieder vakgebied. Alleen voor militairen denk ik dat heel erg aanwezig is, omdat zij werken in situaties van conflict en dreiging. Dus daar zijn altijd onwenselijke dingen aan de hand. Er zijn altijd waarden onder druk. Daarbij is het voor militairen ook nog eens zo dat zij een politiek instrument zijn. Dus zij moeten doen wat gezegd is, wat de opdracht is. Zij kunnen operationeel, dus zeker wanneer het spannend is, niet in de eerste plaats doen wat zij zelf denken dat goed is, maar wat hun wordt opgedragen. En ik denk dat kan dus voor heel veel conflicten en morele stress zorgen. Waarin op het moment dat het spannend is, iemand natuurlijk moet doen wat hem wordt opgedragen. Maar soms achteraf, ja, daar wrijving ontstaat. Je hebt het dan, dus in mijn voorbereiding las ik dan een tekst waarin dat onderzoeksvoorstel wordt voorgesteld. En daar formuleer je dat het een kans is en ook een verantwoordelijkheid van de dienst geestelijke verzorging. Ja. Waarom dat woord verantwoordelijkheid? Een kans, omdat ik denk dat het goed is om militairen in dat gesprek ook dichter bij zichzelf te houden. En dus completer mens te laten zijn en daarmee betere militairen. En een verantwoordelijkheid omdat militairen dus werken namens de politiek, namens ons allen.
namens ons als Nederlandse burgers. Dus ik vind dat die verantwoordelijkheid breed ligt. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we, nou ja, dat militairen daarin zich niet in de steek laten voelen door de samenleving in het werk, het gevaarlijke werk wat ze hebben gedaan. Dus ik vind dat daar een verantwoordelijkheid ligt in de zorg voor ons als zorgverleners, als verzorgers, maar ook vanuit de kerken om die militairen te ondersteunen en achter ze te blijven staan. Omdat ik denk en geloof dat ook voor de kerk niet alleen het zorgen voor mensen, maar ook het werken aan vrede een hoofdtaak is. En in jouw proefschrift is dan moral distress het onderwerp en moral relief is dan de oplossing, het antwoord. Het model van het reguleren van die stress. Werkt het ook in de praktijk? Ik ben er niet op gericht. Ik denk ook niet dat je die morele stress kan oplossen. Eigenlijk, dat is niet in die zin het doel, omdat ik denk dat je ook functioneel is. En ik dus ook denk dat het onderdeel is van het werk van militairen. Ik zou ook niet willen dat ze dat niet zouden voelen. Maar ik denk wel dat het bespreekbaar maken van die morele dilemma's beter is voor de mens en ook een betere militair maakt. Een completer iemand. Hè? Dus dat je ook af en toe die bubbel uitgaat. Je bedoelt, werkt het? Ja, dus nou ja, werkt het? Ja. Ja, soms dan, denk ik. Het is dat het soms wel lukt of soms en soms ook vast niet lukt om mensen te helpen aan het kwijtraken van de zorgen en de angsten die ze hebben rond die distress. Ja, ik denk het voorziet in een behoefte. En het draagt wel bij een professionaliteit, dat denk ik wel. En natuurlijk is het soms ook moeilijk en zijn er heel veel morele dilemma's waar je niet uitkomt. Maar dan nog denk ik dat het beter is om ze wel op te pakken. Wat ook goed is voor het leger als geheel en ook voor de politiek die verantwoordelijkheid voor het leger heeft. En ook zelfs ook voor de burgers die er een beetje aan de zijlijn staan. Dat die verbindingen zijn, zeker. En dat ook wij als Nederland en ook de Nederlandse politiek leert van de dilemma's die er hebben plaatsgevonden. Want dat zijn niet alleen de dilemma's van militairen die toevallig daar op dat moment staan. Ik denk dat dat ons allemaal aangaat. Voedt het jezelf? Ja. Dus wat leer je van je soldaten? Ja, heel veel. Ik kijk er wel vaak met heel veel waardering en respect naar. Wat mensen al op jonge leeftijd, eigenlijk toen ik nog gewoon heel veilig op de universiteit zat, wat zij al deden. De verantwoordelijkheid die ze ook voelen voor elkaar. De zorgzaamheid eigenlijk ook naar elkaar, die kameraadschap. Het als collectief denken. Dat zijn dingen die je buiten het leger niet zo makkelijk aangeleerd krijgt, maar waar het leger niet zonder kan. En dat vind ik ook heel erg mooi om daar deel van uit te maken. En ik voel me daar ook onderdeel van. Hè, dus ook al ben je aalmoezenier en denk je soms, hé, wat een vreemde eend, zeg maar, dan nog hoor je er ergens bij. En dat is natuurlijk gewoon een heel erg fijn gevoel. En ik denk dat is ook iets wat veteranen missen en waar ze naar kunnen verlangen. En dat heb ik wel geleerd, ja. We praten met elkaar bij gelegenheid van het afscheid van de hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Is dat een belangrijke leerstelling? Ja, ik denk zeker voor de krijgsmacht en voor de dienst geestelijke verzorging. Omdat het een leerstoel is die natuurlijk kwaliteit borgt. Het academisch niveau borgt, maar ook de connectie met de academische wereld, de internationale wereld. Maar het is ook wel grappig, natuurlijk ook zit in de leergroep, of ik weet niet precies hoe dat heet, die heet praktische theologie. En dat spreekt mij dus zo aan. En die leerstoel hoort daar dus ook helemaal. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om theologie in de praktijk brengen en de toerusting van geestelijke verzorgers. Was het feit dat de leerstoel houder wortels had in de vredesbeweging nog een dingetje? Nee, helemaal niet. Want sterker nog, daar kom ik straks misschien nog wel op, maar dat hielp ook om zeg maar de verschillende perspectieven die je kunt hebben op geestelijke verzorging en op vraagstukken van vrede en veiligheid, om die gewoon beter te duiden. En wat ik ook erg prettig vond, is dat degene die deze mooie leerstoel natuurlijk bekleed heeft, waarom we nu samen zitten, dat die natuurlijk zelf ook geestelijke verzorger is geweest. Dat denken wat theologen binnenbrengen,
Is dat binnen het militaire een vreemde eend in de bijt? Nou, dan begint natuurlijk van is geestelijke verzorging een vreemde eend in de bijt? En ik denk dat met de secularisatie, dat we natuurlijk gezien hebben, dat gewoon heel veel mensen gewoon helemaal die bagage niet meer meekrijgen als militair en vervolgens bij Defensie komen, dan kan het best wel eens zijn dat voor de eerste keer dat ze met een geestelijke verzorger in aanraking komen, dat binnen Defensie is, omdat ze daarvoor nooit te kerken gingen of dat helemaal niet kennen. En dat is natuurlijk wel, dat is een gegeven, maar het mooie is om te zien hoe de dienst geestelijke verzorging daar natuurlijk toch in mee is gegaan. Want op het moment dat je op uitzending gaat of met het schip weggaat, is het A, niet altijd dat de geestelijke verzorger meegaat. Gaat hij wel mee, hoeft dat helemaal niet iemand te zijn van jouw denominatie. Toen ik bij de krijgsmacht kwam, waren natuurlijk de predikanten, de vlootpredikanten, de vlootaalmoezeniers, later natuurlijk humanistische raadspersonen, vervolgens natuurlijk vanuit de Joodse gemeenschap, de moslimgemeenschap, hindoegemeenschap. Dus dat heeft zich verbreed. En het gaat natuurlijk uiteindelijk hoe zo'n geestelijk verzorger, als die mee is op missie of met zo'n schip, hoe die zich opstelt, dat hij beseft dat hij daar voor iedereen is natuurlijk. En herkenbaar is als geestelijk verzorger met natuurlijk een hele bijzondere positie. Hoe zou je die positie schetsen? Wat is het wezenlijke van die rol van de geestelijke verzorger? Het mooie vind ik altijd dat eigenlijk zit het in symbolen en wat je op de revers ziet, maar en ook in rang gelijkgesteld met. Een geestelijke verzorger heeft geen rang. Natuurlijk heeft hij geen rang. Hij is dienaar, hij is herder, om het maar zo te zeggen. Hij is er voor iedereen. Tegelijkertijd heeft hij toch een rol natuurlijk in die gemeenschap. En die rol die kan groter zijn of kleiner zijn. Dat kan meeveren ook met de ruimte die hij krijgt van de commandant. Heel belangrijk. Maar ook de ruimte die hij creëert. Hij moet er sowieso, of zij moet er sowieso zijn voor all ranks, zoals we dat noemen. Hè, voor alle rangen en standen. Dus niet in de mes of in de longroom blijven hangen. Nee, je bent er voor allen. En voor alle denominaties. En ook de niet-religieuze mensen ben je ook. Je staat naast natuurlijk een lijnorganisatie. Want als er problemen zijn, dan moet dat in de lijn. Je hebt natuurlijk ook nog vertrouwenspersonen aan boord. Je hebt ook nog, of op een kazerne, je hebt ook nog een medezeggenschap. En je hebt ook nog de onderofficieren, de hoogste onderofficier. Chef de equipage bijvoorbeeld. En dan heb je stafadjudant die problemen opvangt. En daar staat hij allemaal naast, onder en boven. Hij kan natuurlijk een rol innemen, of zij, die daar allemaal buiten omgaat en dus tot een allerpersoonlijkste interactie kan komen met iemand die, nou ja, in problemen zit. Dus het is ook of die behoefte heeft om eens een keer gewoon buiten die hele orde en die groep en dat militaire apparaat gewoon contact te hebben of zich zorgen te uiten of over de familie te hebben. En tegelijkertijd is het wel zo dat als de problemen er zijn en een geestelijk verzorger signaleert dat van, ja, hoe ga je er dan mee om? Op het moment dat je direct naar een commandant stapt, dan doorkruis je allerlei verbanden. De katholieken met de priesters een biechtgeheim, hè? Maar zo'n soort geheim is er natuurlijk ook. En daar liggen ook dilemma's van. Maar als het nou zo erg is of zo ernstig is met iemand of wat hij doet op de omgeving, dat de hele eenheid raakt, hoe kies je dan je positie als geestelijk verzorger? Dus. Was u als commandant iemand die een geestelijk verzorger veel of weinig ruimte gaf? Veel. Ik vond het heel belangrijk. Sterker nog, als er geen geestelijke verzorger meeging, dan klopte ik aan de deur van, ik wil een geestelijke verzorger mee. Dus ik zat wel aan die kant van dat ik dat belang zag. Maar ik heb ook wel commandanten gezien die minder ruimte gaven, zeg maar. Oké, ik bedoel, we hebben toch al die andere systemen, waarom hebben we een geestelijke verzorger nodig? Dus dat spanningsveld, dat zit er ook in. En ik vond het dus wel als mijn taak als commandant van de marine. Om ook aan mijn commandanten duidelijk te maken dat die rol van die geestelijke verzorger belangrijker was. En dat ze dus die ruimte ook, zeg maar, verdienden. Dus daarmee stimuleerde ik natuurlijk toch die betrokkenheid van de dienstgeestelijke verzorging. En wat ik ook altijd uitdroeg, is dat het ook prettig is voor leidinggevende, voor commandanten en hogere officieren, zeg maar, om iemand te hebben waar je ook, die je ook kan vragen om die spiegel voor te houden. He, want dan kun je dat ook buiten bij de hiërarchieke lijn doen. En ik zei sowieso altijd tegen mijn commandant, het gevaarlijkste wat er is dat je natuurlijk in een soort van torentje komt te zitten en dat je denkt dat het allemaal goed gaat. Nee, je moet actief tegensprekende spiegels organiseren. Nou, en een geestelijke verzorger kan dat natuurlijk prima.
Want die staat er toch wat losser in, zeg maar, hiërarchisch gezien. Ja, maar dan wel hoog genoeg van rang om toch ook serieus mee te tellen. Ja, maar die rang is hier gewoon gelijk gesteld. Ja, dus die telt niet. Die rang niet telt niet. Ik ben niet van het militaire, begrijp je wel. Maar, en natuurlijk gewoon ook het gezag dat iemand krijgt omdat hij capabel is en de goede competenties heeft en de goede snaren weet te raken. Want dat lijkt me het wezenlijke werk. Dat is het wezenlijke werk, maar dat is een heel goed punt. En dat is dus ook, daar moet je dus ook echt aan werken. Dus ik heb geestelijke verzorgers in alle soorten en maten gezien, van al die denominaties. En ik heb joint functies gedaan, hè, dus over de kruismachtdelen heen. Dus ik heb ze op alle manieren zien acteren. Man, vrouw. En daar zitten grote verschillen in. Dus het is ook wel wat ze er zelf in stoppen. Hè. Zeg maar, de een is echt succesvoller dan een ander. En dat heeft te maken met die elementen die ik hiervoor benoemde. Is dat ook misschien een van de redenen waarom u zich inzet voor het Apostolat Militair Internationaal? Dus een internationale organisatie die dan blijkbaar de aalmoezeniers een warm hart toedraagt en dat ondersteunt? Ja, iets anders. Zeg maar, sowieso ben ik, los van het feit dat ik zelf beleidend katholiek ben, ben ik ook altijd vrijwilliger geweest in allerlei dingen. We praten nu over defensie. En ja, ik ben toevallig een katholiek die actief was binnen defensie. En dan ben je dus met dit soort vraagstukken bezig. Maar buiten defensie ben ik ook altijd actief geweest. Ook als voorzitter van de katholieke parochie in Den Helder. En alles eromheen. En toen ik met leeftijdsontslag ging, toen werd ik gevraagd door de toenmalige krijgsmachtbisschop en de minister van Defensie en een aantal katholieke steunstichtingen of ik wilde kandideren als president van de Apostolaat Militair Internationaal. En de Apostolaat Militair Internationaal is een wereldwijde katholieke militaire lekenorganisatie. Het bestaat al bijna 60 jaar. In Nederland had nog nooit het presidium geleverd. Nou ja, daar gaat Nederland ook niet over. Je moet gekozen worden. Maar ja, dan moet je eerst gekandideerd worden, dus nou ja, dat heb ik gedaan en toen werd ik gekozen. Dus toen, 3 jaar terug of zo, ben ik president geworden. En Fred van Iersel heb ik toen gevraagd om mij te adviseren, zeg maar, als theologisch adviseur. Dus ik had ook een ecclesiastical advisor van het internationale executive committee. En aan de Nederlandse kant, Nederlandse president met 2 Nederlandse vicepresidenten. En Fred van Iersel als theologisch adviseur. Nou, zo zijn we erin gedompeld, zeg maar. Die betrokkenheid van theologische scholen bij het leger, hè? Dus de leerstoel, Fred van Iersel in dit geval, al die aalmoezeniers die op allerlei niveaus werken, dus in de zielzorg, maar ook meedenken over vraagstukken over vrede en gerechtigheid. Wordt daar het leger professioneler van en beter van? Nou, ik denk dat het tweeërlei essentieel is. Wat we nu veel besproken hebben is natuurlijk eigenlijk gewoon de spirituele zorg voor militairen al dan niet op uitzending. Hè. Dat kan ook bij de eerste opkomst zijn. Anderzijds gaat het natuurlijk over, dus dan is het welbevinden. Maar een andere kant is, als we het hebben over professionalisering, gaat het natuurlijk over ethische vraagstukken. Het is voor militairen zeer belangrijk, omdat ze nou eenmaal het exponent zijn van de zwaardmacht. Ik bedoel, voor de rest, in een samenleving, de zwaardmacht is maar eigenlijk alleen aan de krijgsmacht gegeven en een deel aan de politie voor in het binnenland, om maar zo te zeggen. Maar daarmee heb je dus ook een enorme verantwoordelijkheid. En dan gaat het dus over alle dilemma's die je dan tegenkomen vanwege geweldsoptreden. En dat zijn conflicten die je kan hebben met het soort van missies, het soort van inzet wat je geacht wordt te doen, het soort van orders wat je kan krijgen en wanneer zeg je ja en nee. En dus dat hele ethische deel, moral dilemma's, is iets waar deze leerstoel echt ook aan bij heeft gedragen, zeg maar, om dat verder te krijgen. Ook in de vorming, en dat gaat dan via de geestelijke verzorgers. Maar geestelijke verzorgers worden ook echt betrokken in de curricula om jonge officieren, of kadetten en adelborsten, maar ook soldaten en matrozen, in de eerste opleiding al te confronteren met dit soort dilemma's. En ook in casuïstiek mee te nemen. Al was het maar omdat ze het ook tegenkomen als ze op uitzending komen en dan moeten ze ook kiezen. Ja, want dan heb je dus over dilemma's die je hebt die te maken hebben met, zeg maar, het zijn van zwaardmacht. Er zijn natuurlijk ook nog andere dilemma's die meer algemeen zijn, maar wel meer optreden binnen het militaire domein. En dat zijn dilemma's over de positie in de groep. Peer pressure, group pressure,
Ga je meehuilen, ga je meedoen? Dat is niet uniek voor het militaire domein, maar omdat het natuurlijk een hele sterke cohesie is, een sterke groepsbinding, ligt het daar natuurlijk, de kans dat dat optreedt, is natuurlijk dan relatief hoger dan in andere gemeenschappen. Nog één vraagje. Wat is wat u betreft het kortst mogelijk antwoord op de vraag naar het historische belang van J.C.J. van Spijk? Nou, dilemma's. Ethische dilemma's. Uitermate, ja, dat is de kortste antwoord. Grappig. Dank u wel. Als je nadenkt over je werk, waar zit dan voor jou het hart en de ziel van je werk? De oprechte aandacht voor mensen en voor hun verhaal. Ja, en vanuit mijn katholieke geloof. En dat is wel een heel belangrijk vertrekpunt, zeg maar. Maar mijn hart en ziel liggen bij de mensen, gewoon bij de mensen. Ja, wat is gewoon, hè? Maar ja, het begint bij de vraag, hoe is het met je? En van daaruit ontspint zich een gesprek, of niet. En ja, dat stukje oprechte aandacht. En goed kijken en goed luisteren. En het is ook een wederzijdse relatie. Het gaat twee kanten op, heb ik altijd wel het idee. Omdat wij dichter bij de militair staan en mogen staan en eigenlijk ook moeten staan, breng je noodgedwongen ook iets van jezelf mee. En dat maakt het werk ook zo mooi. Ook zo ook heel lastig, want doordat je ook wel eens iets van je eigen persoonlijke verhaal laat meeklinken of van je eigen persoon laat horen, ja, je bent dus ook heel erg afhankelijk van je eigen charisma en van je eigen, ja, wat je meebrengt. Je stelt je altijd iets kwetsbaarder op dan bijvoorbeeld een dokter. Kijk, een dokter die krijgt zijn patiënten, om het maar zo te zeggen, wel. Mensen bellen omdat ze een zere teen hebben. Maar de geestelijke verzorger die moet nog binnenkomen, om het maar zo te zeggen. Dus je doet altijd een beroep op de gastvrijheid van wie dan ook, wie je maar tegenkomt. En het wisselt ook, hè. Er zijn verschillende settings. Ik werk nu op een heel operationele vliegbasis, de vliegbasis Geelsrijen. Ik woon ook in Tilburg, dus ik kan lekker op de fiets naar mijn werk. En enerzijds komen mensen naar me toe of bellen ze me op van, hey, almazenier, heeft u nog tijd, ruimte? Zeg ik, je mag gewoon Thomas zeggen. Maar tuurlijk, ik maak tijd en ruimte en kom maar langs wanneer jij je wil, maak een afspraak. Dan doen ze eigenlijk een soort beroep op mijn gastvrijheid. Maar ik even zo andersom, dat ik op het squadron langskom en dat ik bij de koffieautomaat ga staan. En de ene keer gaat dat vanzelf en de andere keer dan is het net iets ongemakkelijker. Ja, je weet nooit in wat voor sfeer je terechtkomt. Misschien is er net wel een brand uitgebroken, soms letterlijk. En dan moet er geblust worden door de heli's. Ja, dan komt het misschien net iets minder gelegen dat je langskomt voor een praatje pot. Maar zo is het, ja, daar beweeg ik mij in. En ja, dat is heel bijzonder. Ja. Wist je dat van tevoren, toen je aan die klus, voordat je aan de klus begon? Ik had het dat gehoopt. Het dat zou zijn? Ik had het gehoopt, ja. Ja. En ik weet nog, ik zat op in 6 VWO en ik was me aan het oriënteren op wat wil ik nou gaan studeren. Toen nog mijn vriendin, nu inmiddels mijn vrouw, we zijn al best wel lang samen. Zij zei toen van, nou, ik heb wel interesse in theologie. Ik zei, nou ja, goed, ik ben een lief vriendje, ik ga natuurlijk mee. En die studie leek me hartstikke leuk. We zijn in eerste instantie aan de Protestantse Universiteit geweest. En op die universiteit, op de Protestantse Universiteit, heb ik toen een filmpje gezien van dominees bij de krijgsmacht. Ja, en dat vond ik geweldig. Dat leek me hartstikke leuk. En toen dacht ik in eerste instantie nog, wat maakt het eigenlijk uit, protestant of katholiek? Nou, uiteindelijk heb ik toch gekozen voor het voor mij vertrouwde katholieke. En ben ik katholieke theologie gaan studeren. Hier aan de Universiteit van Tilburg. En altijd met als doel om almoezenier te worden. Was dan de studie een omweg? Of heb je veel van de studie geleerd? Ja, ik heb wel veel van de studie geleerd. Theologie is een studie die de diepte ingaat. Meer dan welke andere studie dan ook, denk ik. Het is natuurlijk een hele filosofische studie. Ja, ik denk dat theologie bij uitstek is van, nou, ga jij maar een werkstuk schrijven over een onderwerp wat je zelf kiest, hè, binnen bepaalde domeinen, binnen bepaalde kaders. En zoek het maar uit. Letterlijk. En soms dan voelde hij in het bos gestuurd. Dacht je, waar moet ik in godsnaam mee beginnen? Waar moet ik het over hebben?
Maar andere keren dan kon je helemaal je eigen creatieve ei kwijt. En dan mocht je iets helemaal uit gaan pluizen. En nou zeg ik, nou is het echt niet zo dat op andere faculteiten of bij andere studies dat niet het geval is. Maar dat is theologie bij uitstek. Heb je ook dingen afgeleerd in de praktijk? Die je in de studie aangeleerd had? Ja, dat het altijd over God moet gaan of zo. Of dat het altijd dat het over Gods beelden gaat. En dan in letterlijke zin. Ik denk dat het er op een bepaalde manier altijd over gaat. Het gaat eigenlijk altijd over levensbeschouwing en hoe je het leven ziet. En de eerste 2 jaar had ik de indruk van wat ben ik aan het doen. De gesprekken gaan nooit over God. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En dat is, dat was wel een fijne ervaring. Dus, en dan helpt het ook wel dat, goed, het is een beetje een gevleugelde uitspraak. Ik weet eigenlijk niet waar die precies vandaan komt. Maar ik weet wel van wie die is. Paus Franciscus die op een gegeven moment zegt, verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Nou ja, dat is het een beetje, zo zie ik het eigenlijk. Doe het maar. Voeg de daad bij het woord. En begin eigenlijk bij de daad en dan kom je uiteindelijk ook alweer bij het woord en andersom. Hoe zie jij jouw rol voor de soldaten waar je mee optrekt? Ik ben echt een verbindende pastor. Ik durf mezelf ook gewoon pastor te noemen. ook aalmoezenier natuurlijk, want dat is een bekende term. Maar ik vind het mooi om bij te dragen aan het verbinden van mensen. Om mensen met elkaar in contact te brengen. Om mensen... en wat ik net ook natuurlijk aan het begin zei, het stukje aandacht voor de mens. De krijgsmacht is op het functionele gericht. Jij bent er om een opdracht uit te voeren. En die opdracht slaagt of niet. En ik ben juist bij uitstek dan iemand die op de persoon meer gaat zitten. En die de voornaam roept van de persoon in plaats van de achternaam. Hè. Op onze tenue staat Kuipers. Of staat, nou ja goed, bij mij staat Kuipers omdat ik Kuipers ben. Ja, dat is wel handig. Maar op iemand anders tenue staat natuurlijk een andere naam, staat zijn naam. En ik heb het dan niet over, weet ik veel, zijn achter, maar ik heb het over Piet of Jan of wie dan ook. Maar je bent er dus vooral voor de mensen achter de soldaat. Wat overal weer raar is, dat je in zo'n apparaat waar het om professionals gaat met een geweldsfunctie, dat jij er bent voor het geweten en voor de ziel. Is dat... Ja, ik ben er niet uitsluitend voor. Ik denk dat er veel meer mensen... Ik denk dat ieder mens heeft natuurlijk een geweten... ieder mens heeft een ziel, ieder mens mag zijn verantwoordelijkheid nemen en kan zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar door mijn functie en door mijn positie binnen de krijgsmacht, ik word gevraagd door de krijgsmacht om vanuit de kerk mijn werk te doen. Dat is fundamenteel belangrijk voor mijn functie. Vanuit die positie kan ik mag ik mensen bijstaan, dienen. En dat voelen mensen. He, natuurlijk moet je het ze ook uitleggen en duidelijk maken wie jij bent en vooral ook wat je bent. Misschien zelfs eerst wat je bent en dan komt vanzelf wie je bent, komt wel. Zodat mensen weten, ik moet naar de aalmoezenier als ik het in alle vrijheid en veiligheid over mezelf wil hebben. En over wat ik als mens doormaak hier binnen deze krijgsmacht. Maar ook binnen, überhaupt in mijn leven. Je bent als aalmoezenier een van de mannen. En hè, dus je doet alles met ze mee, het trainen en het oefenen, behalve het vechten. Dus je kent hun leven. Je bent een luisterend oor, dus je leert ze goed kennen. Heb je het idee dat jij als aalmoezenier ook een rol kan vervullen in dat ze beter, ik noem het woord maar zo, betere militairen worden? Dus dat ze in hun professie als soldaat kunnen groeien. En dat je een bijdrage levert aan de saamhorigheid van een eenheid. Ja, in de vraag zit ook één van de mannen. Ik zie mezelf niet als één van de mannen. Ik zie mezelf echt wel als met één been binnen de organisatie en één been buiten. Op het moment dat ik ga veinzen dat ik er net zo van ben als dat zij ervan zijn. Of dat ik van hen ben of zo. Nee, dat... Trappen zij ook niet waarschijnlijk. Nou ja, dat trappen ze niet in. Dat willen zij niet en dat wil je zelf eigenlijk ook niet. Want dan schiet je doel voorbij. Maar goed, dat was je vraag eigenlijk ook niet. Je vraag was uiteindelijk natuurlijk van... draag je iets bij aan hun functionaliteit als militair? Niet primair. Dat is niet mijn doel. Ook niet mijn doel. Mijn doel is om
mijn medemens ten dienste te staan. Op basis van het evangelie, op basis van mijn eigen achtergrond. En als dat bijdraagt aan het feit dat zij beter gaan functioneren als soldaat of als militair. Ja, dat is leuk voor defensie. En dat, natuurlijk, dat is ook wel leuk om dan terug te krijgen van zo'n commandant. Joh, wat fijn, ik heb nou een nog beter functionerende persoon. Maar als uit het gesprek blijkt dat iemand niet op zijn plek zit, of als blijkt dat iemand op dit moment niet volledig tot wasdom kan komen en niet zijn talenten kan inzetten, ja, dan ben ik als christ, als pastor, verplicht om daarover het gesprek ook aan te gaan. Om te zeggen, goh, past dit werk wel bij je? Maakt dit jouw werk jou gelukkig? Past dit bij jouw levensbeschouwing? Zie jij het leven zo dat je dit werk moet doen? Dus mijn doel is wel de passie, maar niet om betere militairen te maken. Wat doet een studentassistent? Dat is een goede vraag. Tenminste, wat ik deed als studentassistent is, ik assisteerde met allerlei hand- en spanzaken. Dat ging echt van help met vertalingen tot het voorbereiden van toespraken. Maar ook het nalopen van een PowerPoint-presentatie. Eigenlijk wat er nodig was voor de professor. Ja. Hoe heb je die leerstoel leren kennen? Dus waar gaat die volgens jou over? Waar gaat de leerstoel van professor Van Eersel over? Ik heb met hem heel veel gedaan rond oorlogsethiek. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met vrede, veiligheid, maar ook met oorlogssituaties en de grote vraagstukken die daarbij naar boven zouden kunnen komen. Hij gaf, toen ik daar met hem samenwerkte, ook een heleboel lezingen en schreef een hoop artikelen over dat soort grote vraagstukken tussen oorlog en vrede. Heeft het je gevormd, die jaren als studentassistent? Absoluut. Ja, het was heel leerzaam. Wat zijn zo'n dingen die dan opvallen en die erbij blijven? Een van de dingen was dat ik veel bezig was met vertaalwerk. Dat heeft een voorliefde voor mij. De Engelse taal is mij erg dierbaar. Dus ik kreeg daar een beter gevoel voor echt praktische zaken als het letten op vertalingen. Hoe maak je nou precies een concrete PowerPoint-presentatie voor een bepaalde doelgroep? Maar ook bijvoorbeeld de samenwerking met verschillende groepen mensen. Want hij werkte zowel samen met studenten als internationaal met collega's. Voor artikelen of projecten. Maar ook gaf hij lezingen en dergelijke bij Defensie aan defensiepersoneel. En dat ging echt van hoge officieren tot gewoon de matroos die voor een bijscholing kwam. Dus ik heb heel erg mooi op een goede manier gezien hoe je nuances aanbrengt in je verhaal en tot een punt komt wat je wil overdragen. Dus wat is het doel van het verhaal wat je wil overbrengen aan mensen? En wat heb je er ook van geleerd inhoudelijk? Heb je ook inhoudelijk geproefd dus inderdaad aan dat volgens mij dat toch ook wel dynamische veld van oorlogs- en vredesproblematieken binnen de context van de krijgsmacht ook nog eens? Exact. Het is natuurlijk en iets anders, denk ik, dat je door vertalingen heen gaat en wat snel aan het voorbereiden bent. Dus niet altijd je helemaal verdiept in de materie. Maar tussendoor, ja, ik heb zoveel teksten voorbij zien komen en zoveel presentaties ook gehoord. Dat je ineens duidelijk wordt wat het belang is van het belichten van een vraagstuk van verschillende kanten. Van culturele achtergrond. Als je theologie erin verwerkt bijvoorbeeld, dus vanuit een gelovige achtergrond. En wat dat doet met mensen en hoe dat ze beweegt. Je krijgt ook namelijk prachtig te zien hoe ethiek zich ontwikkelt, hoe dat mensen vormt, hoe het mij kan vormen als mens. Hebben die jaren als studentenassistent jou ook nog op een ander spoor gezet? Bijvoorbeeld in je theologische denken of met wat je met je studie wil? Ik denk eerder bekrachtigd in wat ik wil dan op een ander spoor gezet. Ik dacht altijd in de richting van ethiek te willen.
En ik dacht altijd een plek te kunnen vinden binnen de krijgsmacht, binnen Defensie. En door met hem mee te lopen, is dat eigenlijk alleen maar sterker geworden, die aanwezigheid. Ook omdat hij mij altijd bemoedigde door te gaan in wat ik deed. Hij was altijd als professor, als begeleider, super motiverend, enthousiast en zelf heel bevlogen in zijn vak. Dus ook heel aanstekelijk. Hoe zou je hem typeren als wetenschapper, Fred van Eersel? Bevlogen. Hij is bijzonder intelligent. Hij is grappig. Maar ook heel relaxed. In de zin dat hij heel erg open stond voor mij als synthassistent, die echt begon op nul. Ik wist er echt net aan niks vanaf. En had altijd extreem veel geduld, omdat ik denk dat hij echt een passie had voor zijn vak. En dat dus ook graag wilde overbrengen. En soms resulteerde dat in wat lange PowerPoint-presentaties bijvoorbeeld. Of dat je dacht, oké, dit is misschien wat heftig voor de groep waar we naartoe schrijven. Maar die samenwerking zorgde ervoor dat hij ook de wetenschappelijke kant op een leuke manier neerzetten. In plaats van alleen maar een starre wereld waarin iedereen maar aan regeltjes moest houden. En god ja, wij konden samen ook wel eens verzuchten dat je een artikel moest schrijven. Volgens weer een nieuwe format in plaats van wat wij gewend waren. Maar hij was daar zelf redelijk relaxed in. Ik heb altijd het idee gehad dat hij dat was. Wellicht was dat helemaal niet zo. Maar hij was ook altijd heel. Hij stond altijd ergens vol zelfvertrouwen. Dus dat gaf me ook altijd wel een goed voorbeeld. Waar bel jij nu vandaan? Vanuit de Hoorsteren, Limburg. Okay. Midden-Limburg. Ja, dus dankzij Zoom en scheelt het een hoop reistijd. Zeker, ja, dat is waar. Ja. Altijd handig, technologie. Ja. Wat studeerde je? Ik studeerde, op dit moment studeer ik aan de Universiteit van Leiden, de Master International Relations, met een specialisatie in Global Conflict in the Modern Era. En hiervoor heb ik aan de Universiteit van Tilburg Global Management of Social Issues gestudeerd. En dan kwam je ineens bij dat honorsprogramma terecht. Ja, klopt. In het eind eerste jaar ontdekte ik het honorsprogramma. En ik zag dat er een focus lag op leiderschap en maatschappelijk relevante vraagstukken. En ja, dat vind ik hartstikke interessant. Dus ik dacht, daar wil ik graag aan deelnemen. En er was ook de kans om onderzoek te doen naar vraagstukken over oorlog en vrede, wat mij erg interesseert. En ja, het is gewoon mooi dat je met mensen in contact kunt komen met verschillende disciplines en verschillende achtergronden en op die manier een mooie bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Ja. Maar is dat dan een kwestie van, ik stuur een mailtje en ik zit bij dat honorsprogramma, of is het toch allemaal niet zo simpel? Nou, het is iets ingewikkelder. Je moet een motivatiebrief doorsturen. Je komt naar een open dag om te kijken wat houdt het precies in. Is dit echt waar je interesses liggen? En vervolgens heb je een gesprek om te kijken of jij echt past bij het programma. En in mijn geval ging dat heel goed. Ik was enorm blij dat ze mij hadden gekozen. Wat heb je er in ieder geval van geleerd voor jezelf? Van professor van Eersel en, zijn, en de theorie. Ja, zeker. Ja, ik heb heel veel lessen. Ik ben eigenlijk enorm gemotiveerd om kansen te zoeken, om hulp te vragen en proactief te zijn. En professor van Eersel heeft ons ook geleerd dat met een proactieve houding en een gedrevenheid kun je veel waarmaken. En specifiek heeft hij ons ook geleerd dat het belang van religieuze organisaties belangrijk is in oorlogssituaties, in het opbouwen van vrede, maar ook in het verzachten van menselijk leed. En ik denk dat ik, we hadden een onderzoeksteam onder supervisie van professor van Eersel. En ik denk dat wij alle hebben geleerd dat als je een ambitieuze groep mensen hebt en een uitstekende supervisor, dat je dan enorm veel kunt waarmaken. Je hebt al een paar dingen gezegd, maar hoe zou je Fred van Eersel als docent typeren? Als docent typeren? Nou, ik zou zeggen dat hij is
ja, een heel, heel warm persoon. Waarbij je je veilig voelt om je mening te uiten, maar ook om vragen te stellen. En hij kan echt de essentie uit dingen halen. Dus dat is voor mij heel inspirerend en fascinerend ook. Ja, en ik denk dat hij dat heel goed over kan brengen. En ook echt goed kan nuanceren en daardoor iedereen kan betrekken bij discussies. Ja. Wat studeer je op dit moment? Op dit moment studeer ik Global Markets and Local Creativities aan de Universiteit Glasgow en de Universiteit Göttingen in Duitsland. En je studeerde eerst in Tilburg? Ja, ik heb mijn bachelor in Tilburg gedaan, bachelor bestuurskunde. En vanwaar jouw studiekeuze? Door het vak maatschappijleer op school. Dat vond ik super interessant. En omdat ik bij de medezeggenschapsraad zat. En nou ja, dat kwam samen uit in bestuurskunde in Tilburg. Heb je daar veel geleerd? Heel veel. Ja. Ja, misschien niet altijd evenveel als dat ik had gedacht van het programma zelf. Maar de omgeving in Tilburg is heel erg... Ja, moedigt je heel erg aan om te leren en wat buiten je studie te doen, naast je studie te doen. En dat was heel fijn. Ja, wat was jouw motivatie om deel te gaan uitnemen van de, of deel te gaan uitmaken van dat programma? Mijn studie was heel leuk, maar ik wilde wat meer. Dus ik wilde wat meer buiten de kaders van oké, we zijn nu academische papers aan het schrijven over de gemeenteraad en al dat soort dingen. Ik wilde graag zien hoe dat praktisch werd gebruikt. Dus nou ja, daarvoor was het onderzoeksprogramma natuurlijk fantastisch. En tegelijkertijd was ik ook meer op zoek naar dat interdisciplinaire. Ik ben natuurlijk, als je een baan zoekt, ben je ook niet alleen maar met studenten van bestuurskunde bezig. Dus juist dat samenbrengen van perspectieven was voor mij erg interessant. En toen kwam je in een Outreachings Honor Program terecht en dan kreeg je college van een theoloog. Ja. Ja, was dat wennen aan zijn taalgebruik en zijn vanzelfsprekendheden? Het taalgebruik niet zozeer. Het was meer het perspectief dat hij gebruikte op bepaalde dingen. In plaats van zeggen... We hadden een aantal colleges over internationaal recht en dan theologie en de christelijke perspectief daarop. En oké, recht snap ik. Maar dan het perspectief en de ethische vragen die daarachter zaten, dat was heel erg nieuw voor mij. Dat was iets wat ik eigenlijk niet had verwacht in eerste instantie. Heb je er veel van geleerd? Ja. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. En heeft het je ook gevormd in je kritische denkhouding? Ja. Ja, het is veel meer vragen geweest van waarom. En uitzoeken welke normen en waarden mensen hebben en wat er zit achter het handelen van mensen en wat zij belangrijk vinden. En dat is, nou ja, aangezien we toch wel leven in een menselijke samenleving, lijkt me dat toch wel een van de belangrijkste dingen die je kan begrijpen of die je kan weten, die je mee kan nemen. Heb je er ook profijt van, nu je dus op twee andere faculteiten en universiteiten zelfs verder aan het studeren bent? Ja. Het vragen waarom en het zoeken naar de waarom achter bepaalde fenomenen en bepaalde dingen, dat speelt toch wel een hele grote rol. Ik zit nu ook weer met een hele interdisciplinaire groep, allemaal andere bachelors. En dat heeft me heel veel gebracht. Hoe zou je Fred van Iersel als docent typeren? Heel erg gemotiveerd en heel erg gedetailleerd. We hadden in eerste instantie volgens mij 6 donderdagen afgesproken dat we college zouden hebben. 6 donderdagavonden. En dat liep wat uit. Met name ook omdat wij vragen stelden en het ook gewoon super interessant was. Volgens mij hebben we bijna 2 keer zo lang iedere donderdagavond met z'n allen gediscussieerd. En uitleg gekregen over hoe beïnvloedt het nou dat internationale rechtaspect.